Deze podcast wordt je aangeboden door Gerhard te Velde. Ja, dat ben ik, de maker van deze podcast. En ik wil graag met jou verbinden. Dus als we nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me dan even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard te Velde. En ik kom graag met jou in contact. Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Ik sta hier met Tom Keunen. Hij is oprichter en CEO van Brout. Je zou Tom kunnen kennen van goede tijden, slechte tijden of van Gooise vrouwen. Want hij volgde namelijk de toneelschool. Maar Ton is hier om te vertellen over Brout, zijn coachings- en ontwikkelbureau. Brout staat voor Bring Out Your Best for the World. En Broud helpt individuen, teams en organisaties bij leiderschap en persoonlijke groei. En het gaat goed bij Brout. Sinds kort huren ze zelfs een buitenplaats aan de vecht. Buitenplaats Kromwijk, gebouwd in 1637. En dat vind ik knap. Het is Ton gelukt om in een drukke markt waar heel veel coaching is en trainingsaanbod en allerlei organisaties die met ontwikkeling bezig zijn, om in die markt een sterke marktpositie te veroveren. Maar Ton doet meer dan alleen werk. Hij is een bezig bij. Hij heeft ook een podcast met de naam directeuren zijn ook mensen. Hij heeft drie honden, twee zoons, een boot, een lieve moeder, een liefhebbende man die altijd voor hem klaar staat. En hij heeft ongetwijfeld nog wel een paar hobby's. Maar we gaan het niet alleen hebben over het succesverhaal. We gaan ook kijken achter de schermen. Waar loopt Tom tegenaan in zijn ondernemerschap? Hoe lukt het hem om zoveel ballen in de lucht te houden? En natuurlijk, hoe kijkt Tom naar de toekomst van bruid? Ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering. En Tom, van harte welkom bij de podcast. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar. Voor. Dankjewel, Gerard. Wat een uh, ja, leuk. Directeuren hebben ook gevoel, heet het. Oh, sorry. Nee, ja. dat maakt niet uit. Want het zijn ook mensen. Dus dat ik vind wel, had de titel ook kunnen zijn. Ja, goede ja. interpretatie. Ja. Beetje lange intro deze keer, maar we gaan ook uh, meteen dan uh, naar uh, de kern. Want ik vraag eigenlijk ook altijd naar de roots van mijn gasten. Daar beginnen we. Wil je ons dus voorstellen aan de kleine Tom? Zeker. Uh, kleine. Ton was een, uh, was, een, was een klein mannetje op de, op de kleuterschool. die uh, daar. Uh, ik, ik ken een verhaal, dat, dan weet je meteen wie kleine Ton is. Dat mijn moeder vertelde dat de juffrouw van de kleuterschool die zat in de zandbak met 30 kinderen. Toen waren er nog 30 kinderen in zo op zo'n schooltje. En dan zei de juffrouw die zei tegen mijn moeder: Het is heel gek, maar ik heb die kinderen hier. Maar als Ton dan uit het schuurtje komt en u roept: Dames en heren, het circus begint, stroomt die hele zandbak leeg. En ik had wel het gevoel dat ik dat, dat vond ik ook leuk. Dat als ik daaraan terugdenk, dan vind ik dat leuk en lekker. Dat was fijn. En toen ik van die kleuterschool naar de lagere school ging, waar ik naar een andere school ging en ik te laat kwam, daar ben ik er altijd een beetje buiten gevallen. Dus daar ben ik, uh, daar heb ik nooit echt kunnen aarden. Ik voelde me daar anders. Um, ik ging naar het gymnasium, de anderen die niet. Ik, ik voelde me natuurlijk al een beetje niet echt een man. Dus daar heb ik, echt, heb ik me best wel veel alleen gevoeld. En dat was op de middelbare school weer over. Maar het mannetje was de eerste zes jaar wel een heel vrij blij kind. Wat ik daarna ook nog wel was, maar daar heb ik wel last gehad van. Ik denk dat ik dat wel eenzaamheid noem. Want dat, volgens mij was dat wel zo. Ja. ja. Eenzaamheid, hoe, hoe zag dat eruit dan? Ik had een soort van. Uh, ik had weinig vriendjes. Ik had er wel een paar, maar echt heel weinig. En ik, ik herinner me nog dat ik op Zolder af en toe dan. Een soort van spel deed, maar dan had ik allemaal tafeltjes neergezet en dan speelde ik een soort van cafeetje, waar dan niemand was. Dan was ik alleen. Dan had ik een soort van imaginary friends. Dat kan ik me herinneren. Dus dat, zo zag het eruit. Terwijl ik met mijn ouders, ik heb een leuke jeugd gehad en met mijn zus, dat was allemaal oké. Okay. En toch, nee, ik denk van twee kanten in dat gezin voelde ik me op zich oké, okay, maar ook niet dat ik dacht, volgens mij ben ik van de slager, volgens mij hoor ik je niet. En dan ook nog op school. Dus het was van twee kanten eigenlijk een soort van niemandsland waar ik in zat. Hmm. Zo zag dat eruit en zo voelde dat ook. Ja. En het was niet ongelukkig, want zo moet je het niet zien, maar wel een soort... Ik, ik wist natuurlijk niet beter, hè? Ik bedoel, wat weet je als je zes, zeven, acht jaar bent? Maar ik merkte wel als ik dan langs voetbalveldjes liep waar dan jongens aan het voetballen waren, dat ik wel dacht, nou, ik ga hier maar staan en kijken of ze me meevragen. Dat gebeurde niet. Dus dan voelde ik me daar wel alleen. Dat gevoel kan ik nog wel terughalen. Ja, en dat, dat outsidergevoel, uh, helpt dat je in je ondernemerschap? Of zit het je juist in de weg? Of uh, ja, hoe, hoe werkt dat voor jou? Nou, ik heb daarna, ik denk dat het outsider zelf dat dat daarna wel over is gaan vanaf de middelbare school. Ik ben daar, als je gaat kijken naar nou, binnen Formula's, dacht ik zo. De eerste klas van de middelbare school, was er was nog een jongen die vond ik heel erg leuk. Die dacht, daar wil ik wel vrienden mee zijn. En die, uh, die deed echt heel lelijk tegen mij. En ik dacht, nou gaat het hier toch weer beginnen? En ik dacht eerst, dacht ik nou, gymnasium, al die mensen naar het gymnasium, dan bekend je elkaar, dat is hetzelfde niveau. Dus na het eerste jaar dacht ik, nou is het afgelopen. Toen ben ik mijn haar kort gaan knippen, ben ik gaan roken, ben ik andere kleren gaan aantrekken en dacht ik, zo, en nou dan doen ze het er maar mee. En in de tweede kreeg ik van die jongen kreeg ik een briefje en er stond op, wat ben jij leuk geworden, ga je naar school mee thee drinken. Dus ik kreeg ook nog een soort beloning voordat ik dan ander gedrag ging laten zien. Dus ik ben daar wel een soort mijn best gaan doen om erbij te horen en dat soort zaken. En vanaf mijn 25e, 30e ben ik weer een soort teruggegaan naar meer authenticiteit. Maar ik ben, ben heel erg mijn best gaan doen om erbij te horen. Ja. Um, je noemde al heel kort even thuisgrond. Kan je eens wat meer vertellen over je ouders? Je vader, je moeder? Uh, zeker. Mijn moeder die, uh, die zei tegen mijn vader toen zij getrouwd waren na twee jaar. Zo, nou stop ik met werken. Nee, mijn vader kwam thuis en mijn moeder zei ik heb mijn baan opgezegd. Want ik wil kinderen. Dus die ging kinderen krijgen en die ging gewoon niet meer werken. En mijn vader die is begonnen met werken toen hij 14 was. Zijn moeder, zijn vader is heel vroeg overleden. En hij was de oudste van het gezin. Dus hij had ineens een zorg over zijn moeder en over zes andere kinderen. Dus dat typeert mijn vader heel erg. Hard werken, zorgen voor, veel doen, nooit stilzitten. Dus mijn vader was en de journalist van het Eindhovens Dagblad. En hij werkte bij de Vlisco, was inkoper. Daar had hij zich opgewerkt. Het heeft geen opleiding gehad, dat kon hij niet doen. Mijn moeder die, uh, was huisvrouw, was ontzettend creatief. En die is... Um, uh, gaan beeldhouwen, gaan kleien. Uh, en daar gaf ze les in. Dus op een gegeven moment heeft zij denk ik 35 jaar lang lesgegeven. En mijn vader, dus journalist, en um, die wist alles van Deurne. En dat is het uh, dorpje waar hij vandaan kwam. Ja. Uh, leeft zijn vader nog? Nee, die is uh, bijna 12 jaar geleden overleden. Vrij vroeg. 72 jaar leeftijd. Uh, mis ik nog wel eens mijn paar. wat mis je het meest? Is er iets uh, wat je heel leuk aan hem vindt of vond? Um, het is heel grappig nu mijn moeder ouder wordt. Mijn moeder is nu 84. Ik had een hele goede band met mijn moeder. En de band met mijn moeder die is nog wel goed. Maar ik zie ook wat zij ook doet. Waardoor ik mijn vader beter ga begrijpen. Dus vanuit de opvoeding. Mijn moeder heeft mij. Ik weet niet of je het boek kent. De Fontein. Ken je de Fontein van Elstijn? Nou, ik, De Fontein. Ik, ik heb een tijdje lang in de verkeerde bak gestaan. Dus mijn moeder die gebruikte mij om te klagen over mijn vader. Jij dus, stond dan naast haar? Ik stond naast zo? haar ja, okay. als een soort van. Ja, ik moest dan de man zijn die ja. haar dan wel begreep. Dus ik heb. Nou ja, heel weinig puberteit gehad. En uh, ik dacht, nou, ik zal het dan nou maar gewoon de man zijn die jij eigenlijk wilde. Dus nou, dat is uh, niet zo heel slim om te doen, maar ik deed het wel. Um, inmiddels heb ik die plek uh, teruggegeven. Weet dat ook. Um, maar daarin heb ik wel een soort van beeld over mijn vader opgebouwd. Die achteraf gezien gewoon niet klopte. Dus ik, ik merk nu steeds meer, en daarom schiet ik ook een beetje vol dat ik er heel erg achter kom. Nu ik zelf bijna 54 ben, dat ik weet en voel hoe mijn vader echt was en dat dat steeds meer waardering en steeds meer dat ik die man eigenlijk heel goed begrijp omdat ik als ik heel goed naar mezelf kijk heel erg op die man lijk. dus ik, ik begin er veel beter te snappen ja ja, ja en wat is een eigenschap die je van hem hebt of uh, die echt typisch is voor jou dan doorzetten gewoon niet opgeven en het moet af en als het af moet moet het af en dan ga je door tot het af is ja zo dus dat is een uh, dat is echt helemaal typisch hij en zo ben ik eigenlijk ook ja en doorzetten is, over het algemeen wordt dat beschouwd als een, als een goede eigenschap. Maar het zou ook tegen je kunnen werken in het ondernemerschap. Dus als je aan een dood paard aan het trekken bent. of je zit op de verkeerde weg. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Heb je dat als meegemaakt? Of wat? Ik maak dat voornamelijk mee bij, uh, met de mensen met wie ik werk. Ik heb een soort ding. Ik weet niet wat dat precies is. Ik krijg het maar als ik, als ik naar jou kijk. of ik kijk naar de mensen met wie ik werk. dan zie ik de persoon die ze kunnen zijn over twee, drie jaar. Dus hoe ik mensen behandel. Is alsof over twee, drie jaar. Zo praat ik tegen ze en dat is ook wat ik van ze verwacht door ze groot te zien. En dat groot zien, daar kan ik af en toe iets in doorschieten. Dus dan heeft het ook met doorzetten te maken. Dus dan aan één kant zegt mijn deel al van ja, dit, ik denk niet dat dit, dat dit gaat werken. En dan toch zet ik door, omdat ik dan toch denk, ja, het zit er misschien toch in. En dan ga ik te lang door met mensen, um, waardoor ik me daarna dan teleurgesteld voel. Ja. Dat heb je blijkbaar een keer meegemaakt of zo, of meerdere keren. Wat, welke welke situaties staat je nog bij? Um, nou, met mijn compagnon bijvoorbeeld. Uh, ik heb afscheid genomen van mijn compagnon in 2021. Um, Wil je daar iets meer over delen? Want jawel hoor. Bas heet hij. Ja, Bas. Ja, Bas. En Bas en ik waren vrienden. Wij zijn uh, Brouwt begonnen in 2018. En al vrij snel dacht ik, ik heb gewoon... Um, ik heb gewoon te snel ja gezegd hiertegen. Ik heb te weinig onderzoek gedaan. Ik had een soort van geloof van nou dit, nou dit gaat gewoon goed komen, dit, dit gaat gewoon gebeuren. Maar ik had, ik had niet goed gekeken van hoe, hoe willen we het nu samen? Wat wil jij en wat wil ik? Hebben we ook te weinig onderzocht. Dus toen we gedurende de reis uh, erachter kwamen dat het wel wat anders was... en dat we ook anders in die wedstrijd stonden... vond ik van mezelf dat ik dat gewoon werkend moest krijgen... Dus ik, daar zat dat, nou ja, mijn vader zat op mijn schouder. Die zei, als jij van leiderschap bent en jij geeft die allerlei trainingen op leiderschapsgebied, dan krijg je dit gewoon voor elkaar. Daar ben ik, denk ik, um, te ver gegaan. Zowel voor hem als voor mij trouwens. Dus ik ben wel de gesprekken aangegaan, dus ik ben erover gaan praten. Maar ik denk dat ik eerder, zowel voor hem als voor mij, denk ik, de knoop had moeten doorhakken. Dat ik zei van, joh, ik wil niet meer. Want dat vind ik dan weer lastig om een soort van nee te zeggen tegen iemand of te stoppen met iemand. Ik maakte er ook nooit de relaties uit. Hm. Ik ging het gewoon zo maken dat die ander dat ging doen. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is ook een manier natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat het werkt alleen niet heel erg. Goed. Vind, je, vind je dat een slechte manier? Ja, absoluut. Ja, ja dat vind ik een zwakte bot. Waarom is het zo moeilijk om uh, een verkeering uit te maken, of dat nou zakelijk of privé is? Ja, voor mij is het lastig, omdat ik, ik heb natuurlijk een ding met verlaten worden en alleen zijn. Dus op het moment dat ik dan het uitmaak, dan denk ik dat ik iemand het gevoel geef dat hij alleen is of dat hij verlaten wordt. Dat, dat gevoel kan ik iemand niet aandoen, want dat gevoel ken ik. En in het algemeen denk ik dat mensen gewoon het best wel vermijden om andere mensen pijn te doen. Maar goed, dat, ja. En aan de andere kant doen we dat ook weer heel makkelijk. Ja. ja, want het is natuurlijk ook voor directeuren, voor managers, voor uh, ondernemers met een compagnon. Het kan op allerlei terreinen ook in, uh, spelen. Dus dat je eigenlijk een relatie moet beëindigen. Mm -hmm. En wat is dan een tip waarvan je zegt van nou dat moet je dan zo aanpakken? Wat zijn de stappen volgens jou? Nou ja, ik had uh, wat wij zelf doen, is ik ik, ik zou zeggen, ga het gesprekken aan met iemand die dat heel goed kan begeleiden, zo'n gesprek. Dat zou ik altijd doen. Dat had ik ook moeten doen, heb ik niet gedaan. Een soort mediator, of in ieder geval medierende. 100%, persoon. ja, 100%. Of iemand die, um, die. We doen wel eens een oefening bij Brownie, waarin we twee mensen die het lastig vinden om elkaar te begrijpen, daar zetten we twee mensen van het team naast en die vertalen dan wat de een zegt. Dus je hebt dan persoon A die zegt tegen B dit en dit en dit, en dan zegt C vertaalt wat A zegt tegen B. En dan gaat dat gesprek op een hele andere manier. Omdat iedereen het dus anders hoort. Dus dat je zorgt dat dat niet door je filter gaat. Maar dat je echt hoort wat er te zeggen is. Dus als ik eerder het gesprek met Bas was aangegaan. bijvoorbeeld. waarin iemand had vertaald wat hij zei. of wat ik tegen hem zei. dan was het op een andere manier gegaan. en was het makkelijker geweest, denk ik. Maar omdat je elkaar al kent. en al een beeld van elkaar hebt gemaakt. zit datgene wat je hoort al in datzelfde filter. Dus dan ben je het al de hele tijd aan het inkleuren. wat diegene zegt. Ook al zegt diegene dan. Um, een paar weken geleden ik had ik een man die kwam voor de eerste keer en ik zei: wil je koffie? En toen zei hij, uh, Jou, ja, zo? Dacht je dat ik thee wilde. Dus dat ging door een soort filter van: oh ja, als ik als jij thee drinkt, ben je zeg maar zwak of zo. Dus, uh, nou, zo, dus die filters als die gaan spelen, dan wordt het echt heel erg lastig om elkaar te begrijpen. Dus die tip zou ik altijd geven. Ja, interessant. Um, even naar die, die, uh, die samenwerking met je, met je compagnon, hè, waarmee je samen begonnen bent. En dan gaan we straks nog natuurlijk uitgebreider over over brouw te spreken. Maar. Waarom is het nou uiteindelijk misgegaan? Waarom, waarom waren jullie geen match? Als je het helemaal plat slaat, we platgeslagen andere waarden. Dus er is een andere waarde waar ik vandaan kwam, of waar hij vandaan kwam. En dan met de waarde van de, van de ander niet kunnen zijn. Oftewel, zoals Barrett het noemt, kan je Barrett? Barrett is een, een organisatiepsycholoog die heeft cultuur um, um, assessments uitgevonden. Die noemt dat entropie. Op het moment dat jouw waarden niet overeenstemmen met mijn waarden... dan krijgen wij wrijving. Mm -hmm. Dan worden dingen onduidelijk. We krijgen ruzie, we krijgen gedoe. Dat krijg je in organisaties ook. En entropie is alle energie die weglekt aan non-arbeid. Op het moment dat je op dezelfde soort waardepatroon zit... kun je met elkaar de hemel bereiken. Want dan kun je tak, 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 dan ga je gewoon naar boven toe. Als dat niet zo is, moet je het de hele tijd hebben over... Wat bedoel je precies? Of uh, hoezo? Of uh, ruzie maken of uh, in de emotie schieten. En dat was bij ons op een gegeven moment aan de hand. Dat moest gewoon stoppen. Ja. En hoe kom je erachter wat iemands waarden zijn? Want ik herinner me uh, verschillende momenten waarop ik het over kernwaarden heb gehad. Ja. Met mensen. We hadden, ja. Ik heb twee compagnons gehad. Uh, als vrienden uit elkaar gegaan. We spreken elkaar nog regelmatig. En wij hadden op een gegeven moment ook een kernwaardesessie. En ik vond het toen heel lastig. En nog steeds uh, kan het best wel lastig zijn, omdat het, het zijn woorden. Mm -hmm. He, dus um, jij staat iets heel anders onder uh, uh, vrijheid dan ik, of, of avontuur, of weet ik veel. De, dus uh, je raakt heel snel de weg kwijt van, ja, wat bedoel je daar precies mee? Mm -hmm. uh, en dan terug naar de vraag, hoe, hoe zou je er, denk jij, achter kunnen komen, wat voor vlees je in de kuip hebt qua waarde? Nou, ik geef je zelf een antwoord. Hè? Dus op het moment dat je iets zegt, gaat het over, wat bedoel je daar precies mee? Want dat is dan eigenlijk waar het over gaat. Um, het, het gaat over als je onderzoek en geïnteresseerd bent in elkaar, dan ga je daar vragen over stellen. Over hé, hey, wat is dan belangrijk voor jou, Gerard? Wat, wat bedoel je daar precies mee? Of wanneer voelde jij je nou gelukkig? Want dan gaat het niet meer over waarde, maar dan gaat het veel meer over momenten en gebeurtenissen waarop jij gelukkig was. Dus stel je voor, ik vraag aan jou, wanneer was jij gelukkig? En dan zeg jij: uh, Toen ik aan het salsa dansen was. Oké, okay, aan het salsa dansen. Dus wat voor gevoel geeft salsa dansen jou? Gedachteloosheid, flow en um, echt leven. Dus dat je echt leeft. Dat je niet de hele dag in je hoofd zit, maar dat je echt bij ja, iets doet en ja. Ja, in flow bent. Ja, in flow. En is dat een gevoel van vrijheid? Absoluut. Absoluut. Oké, okay. dus, dus als ik het heb over vrijheid, ik denk dat vrijheid en autonomie, dat dat voor jou belangrijk is. Zeker. Ja. ja, ja. Dus zo zou je in zo'n gesprek, en als je dat dan langer doet dan even twee minuten, kom je erachter wat voor iemand ontzettend belangrijk is. Of... Wanneer voelde je je belazerd of wanneer voelde je dat het gewoon niet werkt? Dus je kunt ook de andere kant op redeneren, waardoor je gaat ophalen wat niet aan waarde van iemand is. Ja. Dus daar heb je allerlei manieren voor, maar ik vind gewoon de vraagtechnieken om te vragen van wanneer was dat zo of wat is dat dan voor jou, vind ik eigenlijk de mooiste methode. Ja. Even vooruitkijken als het gaat om uh -huh. uh, compagnons. Uh, ik heb, zoals ik net al aangaf, ik heb ook compagnons gehad en uh -huh. ze gingen weg. En ik besloot om in mijn eentje verder te gaan. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk grote voordelen, want je kan lekker uh, alles doen zoals jij het wil hebben. Maar het heeft ook grote nadelen. Uh -huh. uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat je ooit weer een compagnon zult gaan zoeken? Of ga je lekker alleen verder? En waarom? Nee, alleen. Ja, ik ben iemand die dat alleen moet doen. Niet alleen alleen, want ik wil dat met heel veel mensen doen... Maar ik wil in staat zijn om te kunnen kiezen waar ik voor kies. Ik wil, ondanks dat ik het niet doe, maar ik wil kunnen kiezen welke vloerbedekking er in het restaurant op de grond komt. Daar wil ik gewoon voor kunnen kiezen. Dat klinkt misschien als een heel flauw uh, ding. Ik ga daar namelijk niet allemaal over, maar ik wil wel het gevoel hebben dat het kan. Ja. Zonder dat ik dat moet overleggen met twee of drie mensen. Dat wel welke kleur. Want daar word ik helemaal gek van. Ja, dat is interessant, want er zijn ook mensen die zeggen van ja, je moet als ondernemer juist heel erg kunnen loslaten. Mm -hmm. He, dus je moet je dan alleen maar met de allerbelangrijkste dingen bezighouden. Dus de kleur van de vloerbedekking zou niet, zou niet uit moeten maken. Ja, ik vind uh, dat dat dus wel ja. uitmaakt. Ja, vertel. Het gaat er niet over dat ik het moet kiezen per se, maar ik wil het gevoel hebben dat ik het kan kiezen. Ja. Dus ik kan dat loslaten. Alleen kijk het naar, naar Brout en waar wij nu staan. Heb ik een managementteam. Dus wij doen dat heel erg veel samen. Dus we, we maken veel beslissingen samen. Maar als ik niet het gevoel zou kunnen hebben dat op het moment dat ik gewoon iets wil doen met die organisatie... dat dat niet kan, dan dat zou ik, ik voel me daar gewoon niet meer zo lang bij. Ik wil, dat, ik wil dat niet meer met andere compagnons doen die aandelen hebben. Dat ja. betekent niet dat ik niet winst wil delen en iedereen zijn share geef en dat ik samen kan werken. Dat betekent het niet. Maar voor mij is het wel belangrijk dat ik denk: dit is de kleur van de organisatie die ik het wil geven. En dan wil ik dat ook kunnen geven. Ja, nou, het is ook jouw bedrijf. Precies. Toch? Ik bedoel, ja, precies. <laughs> nee, maar, het is, maar daar begon ik over van. Het is een beetje politiek correct, zou je kunnen zeggen. In, in ondernemerstermen. Van ja, je moet loslaten, je moet uh, dingen kunnen delegeren en zo. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, daar heb ik gewoon schijt aan. Het is mijn bedrijf. Ik bepaal de kleur van de vloerbedekking. En de, hoezo uh, hey, alle, alle uh, theorieën dat je moet loslaten. Uh, ik heb er lak aan. Ja... Dit klinkt natuurlijk heel arrogant en dat is dan natuurlijk ook weer niet politiek uh, correct, dat snap ik ook. Dat is dan gewoon arrogant. We gaan eindelijk de goede kant op. Ja, dat is <laughs> heel arrogant. Maar ik, ik geloof dat ik wel, dat ik weet wat ik wil met die tent. En uh, dan heb ik, op dit moment zijn we met 30 mensen die bij Broad op contract zijn. 30 mensen die hebben gezegd, wij geloven daar ook in. En nogmaals, dat betekent niet dat ik het als enige bepaal. Maar mijn marketingmanager, manager, Reinder, die weet echt veel beter hoe die CEA en CEO moet doen. Daar ga ik me echt niet mee lopen bemoeien. Je hoort me daar nooit over. Maar op het moment dat ik wil hoe wij brout zeg maar, in de etalage zetten, wil ik met hem daarover kunnen praten. Want brout is voor mij een bepaalde manier van praten. Dat is een bepaalde manier van hospitality. Dat is een bepaalde manier van trainen. Dat is een bepaalde manier van hoe dingen eruit zien. En als dat niet is zoals ik denk dat het zou moeten zijn, dan grijp ik in maar ik grijp niet in op de manier waarop Joost zijn sales doet of waarop Rijn de marketing doet of waarop Monique mensen ontvangt want dat is allemaal uitstekend geregeld. Alle andere dingen waarvan ik vind wat is nou brouwd? wat is braudtesk en hoe gedragen we ons en hoe ziet dat er dan uit? Braudtesk. Daar nog. wil ik ja ja. Ja, hebben we braudtesk genoemd. Ja, ja, nou zo. Ik denk ook aan burlesk, maar ja. dat is misschien een andere als. Nee, je bent helemaal in de goede ja, kant toch aan het kijken. Okay, ja, helemaal ja, goed. Het ja. heeft ja. daar inderdaad mee te maken. Oké. Okay. Ja. 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 Uh, jij zegt van oké, okay, ik sta daar, ik weet waar ik naartoe wil, die 30 mensen die zijn daar. Uh, we hebben het al over de break-up gehad uh, net, hè. dus dat is misschien een beetje een valse start van, van het gesprek over Brout. Um, voor de mensen die, die het bedrijf nog niet kennen, zullen we dat eens dus even uitpakken. Uh, Brout, Broutesk, wat, wat, wat zit daar allemaal in? De naam, wat doen jullie en waarom? Ja, zou ik beginnen bij die valse start? Want dat vind ja, ik eigenlijk wel dat leuk. Is goed. Ja. Want voor de mensen die luisteren, kijk, een valse start. Soms kan een break-up een valse start zijn. Maar voor mij is het het begin van het uh, begin, begin. En ik heb geleerd met mijn coach. Omdat ik de hele tijd zat te hameren op. Ik vind dat ik dat moet kunnen doen. En dat moet gewoon gaan werken. En het moet het voor elkaar krijgen. Want ik ben van leiderschap. Wie ben ik wel niet als ik dit voor elkaar krijg? Toen zei mijn coach tegen mij: Tom, leiderschap is soms ook het losknippen. Toen dacht ik. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Dus door het los te knippen, kon ik opnieuw beginnen. En opnieuw beginnen, het was er natuurlijk al een beetje. Maar omdat dat zoveel energie gaf en dat dat stukje zeg maar, weg was, zijn we enorm gegroeid. En daarom kregen we zeg maar, ook een heel nieuw elan vanuit... Nou, we kregen een soort groeispurt daardoor. Het heeft niets te maken met de competenties van Bas, dat wil ik je ook duidelijk maken. Maar het heeft wel te maken met het feit hoe wij in de energie zaten met elkaar. Dus dat maakte, als je dat losknipt, dat het een zeg maar, nieuw elan gaf. In nee, dat nieuwe elan, ja, we zijn nu, um, we gingen lekker verhuizen vanaf Amsterdam naar Breukelen. Um, en waar staat, dat vroeg je, wat is dan Broutesk, wat is dan brout, hè? Wij veranderen gedrag en dat doen we op een intrinsiek niveau. Dus niet met trucjes, dus we geven geen feedback trainingen. We willen best wel eens een keer een feedbackmodelletje uitleggen, maar we willen het met jou hebben over waarom vind je het nou zo moeilijk om dit tegen diegene te zeggen. En dat doen we met organisaties, met CEOs, met directeuren, met mensen, met teams. Dus we brengen iedereen naar alleen maar naar wat doe ik dat dit gebeurt, zonder slachtoffergedrag, zonder schuldigen aan te wijzen, maar te kijken: oké, okay, ik heb een ding met Gerhard. Wat betekent dat? Wat heb ik gedaan dat ik dat ding met hem heb? Of wat doe ik dat deze dynamiek in het team ontstaat? Of wat doe ik als directeur dat ik deze organisatie heb gecreëerd? Niet als fout en goed, maar als wat werkt wel en wat werkt niet. En dat doen we op allemaal non-conventionele manieren. Dat doen we door echt wel confronterend te zijn en echt de waarheid te vertellen. Maar dat doen we ook door te lachen, door zelfspot te creëren, door fantastische interventies te doen die niemand nog kent, door gewoon interventies die mensen wel kennen maar op een hele andere manier in te zetten. En dat doen we in ons nieuwe pand tegenwoordig aan het zandpad. Met een geweldige hospitality, waarin ik vind dat iedereen die daar komt, moet voelen: oké, okay, hier ga ik mezelf ontwikkelen. En we vinden het erg belangrijk, Gerard, dat je niet alleen in je eigen kleine ego denkt, maar dat je nog steeds denkt: oké, okay, ik ga mezelf ontwikkelen. Maar dat doe ik ook voor mijn omgeving. Want doordat ik ontwikkel, maak ik het leuker voor mijn omgeving en ook voor de wereld. Dus laten we met elkaar ook een beetje zuinig zijn op onze omgeving en op de wereld. Dus dat nemen we er nog even in mee. Ja. Je vertelt heel veel, want dit is eigenlijk de essentie. Dus dat is mooi, want dan kunnen we dat allemaal uh, gaan, gaan uitpakken, Van afbellen. Even, ja. ja, precies. <laughs> ik wil even terug naar dat onconventioneel en, en uh, wat me triggerde ook was dat de waarheid spreken of eerlijk zijn. Hè? Ja. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Want dat zie ik bij ondernemers nog best wel uh, vaak misgaan. En misschien sowieso mensen die. Uh, aan de top staan van, van hun organisatie, klein of groot. Ja. Uh, neem ons dus mee. Ja, ik vind het wel mooi dat je daar ook begint. Want wij hebben als voorwaarde bij Broad dat als de directeur niet bereid is naar zichzelf te kijken... dan gaan wij de opdracht niet aan. Ook niet als die twee of drie ton budget nee, uh, gaan we kan, kan verspijkeren? Nee, gaan we het niet doen. Hm. Want we geloven namelijk niet dat het dan gaat werken. Dus daar begint het al. Dus we vinden het superbelangrijk dat een directeur ook weet... van oh ja, dit gaat dus ook over mij. En waarom vinden we dat belangrijk... Ja, sorry, heel kort, maar dat is interessant. Dat je denkt als directeur van, ja, mijn team functioneert niet. Ik vlek zo de schutting bij, uh, ja, bij een bureau, ja, succes. dan wordt het geregeld ja. en daarna kan ja. ik weer door. Ja, die zo ballon... werkt het dus niet. Nee, die ballon prikken we echt heel snel door. Mm -hmm. Het is namelijk zo als een directeur met een bepaald teammanager werkt. Datgene wat die directeur bij de teammanager doet, projecteert die teammanager op zijn team. Dus dat betekent niet dat we altijd meteen met die directeur aan de slag gaan. Want dat zou namelijk flauwekul zijn. Dat hoef je niet te doen. Alleen als we in dat team aan de slag gaan, zeggen we wel: jongens, luister. Als de directeur dit goed kunt, willen we weten van hem dat hij, als dat ooit ter sprake komt, dat we met hem kunnen praten, met hem een coaching kunnen gaan doen. Of dat hij bereid is in de spiegel te kijken. Of wij dat nou doen, of dat die manager dat gaat doen. Want die manager kan ook een gesprek met die directeur gaan voeren. Over: joh, ik kom erachter dat dit het effect is op mijn team. En ik merk dat ik eigenlijk. Bang van jou ben, of dat ik het niet altijd de discussie met je aandurf te gaan, of dat ik vind dat je te veel met de wind meewaait, weet ik voor wat er te zeggen is tegen zo'n directeur. Daar, daar motiveren we mensen wel om dat en elk wat te gaan doen, zodat het op alle niveaus opgelost wordt. En niet alleen maar in dat, nou ja, dat kleine kringetje van dat team, bijvoorbeeld. Ja. En uh, de waarheid, of de, de waarheid achterhalen, of de, de waarheid vertellen, de spiegel voorhouden, hoe, mm -hmm. hoe, hoe werkt dat dan? Want je zei, we hebben uh, werkvormen mm -hmm. die we dan op een beetje andere manier inzetten. Mm -hmm. uh, we kennen natuurlijk allemaal wel allerlei werkvormen, maar uh, um, specifiek om mensen te confronteren, wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Um, ja, wat doe je dan? Confronteren is natuurlijk confronteren. Dus dat, dat gaat gewoon over. Um, bijvoorbeeld als je een team hebt waar de manager bij zit, dat we het belangrijk vinden dat op het moment dat zo'n manager iets doet, dat je zo'n team ziet reageren. Dus er zijn genoeg managers die wat zeggen en dan zie je ineens zo'n team of naar achter hangen, of je ziet zo'n team die uh, in de weerstand gaat, of die achterover gaat hangen, of die bang wordt. Dat gaan we benoemen. Dus we laten zeg maar niks voor wat het is. Dus alles wat zich op dat moment aandient, dat gebruiken wij en daarin zijn we. Bereid. En daarin willen we ook altijd gewoon de waarheid vertellen en laten zien wat er echt is. Sterker nog, wij gaan ook heel vaak in de context de gesprekken aan met managers en hun teams. We noemen dat coaching met de context, wat een niet echt conventionele manier is van coaching. Mag ik je vertellen waar dat vandaan komt? Ik heb ooit iemand gecoacht en die mevrouw die wilde heel graag assertiever worden. Maar nou, dat lukte eigenlijk best wel. In haar relatie was dat nog best wel lastig, want ze had best een dominante man. En die mevrouw die was daar lekker thuis en op een gegeven moment zegt die man, wil je de afwasmachine even uitruimen? En toen zij zei zij, dacht ze, zo, daar komt hij." nu ga ik assertief doen. En ze zegt, nee, dat wil ik niet. En die man die zegt, joh, dat je dat allemaal leuk loopt te doen, die assertiviteit daarop, dat werkt, dat moet je lekker zelf weten, maar hier niet. En nou die afwasmachine uitruimen. En toen zij zei zij, oké, okay, ik leer er daarmee dat als ik niks in die context verander, het voor haar heel lastig wordt om, zeg maar, assertief te kunnen zijn. Dus toen wij die man mee gingen nemen in die coaching en dat we hem duidelijk konden maken via die dame van joh, hoe belangrijk het voor haar was, ging hij mee veranderen. Dus hij ging zijn gedrag ook aanpassen zodat het makkelijker voor haar werd. Nou, daarmee leerde ik, we kunnen natuurlijk managers en directeuren ook met hun teams in coaching zetten, waarin het makkelijker wordt om ook de context wat te veranderen, waarbinnen mensen het ook makkelijker vinden om bepaald effectief gedrag te laten zien. Want waarom zou je in een team tegen een directeur zeggen: Ja, jij bent de directeur, jij moet je gedrag veranderen? Dat is oké, okay, maar als we dat nou samen kunnen doen en je kunt helpen om te zorgen dat het effectiever wordt, waardoor de organisatie leuker, fijner, effectiever wordt, waarom zou je dat dan niet doen? Ja, dus eigenlijk het, het hele systeem aanpakken, of in ieder geval uh, uh, verder kijken dan uh, het individu. Ja, klopt. En ja, ik denk een beetje aan jouw theaterachtergrond. Je, zei, je had het ook over speelse manieren of zo, of uh, ik weet niet precies hoe je het net zei, maar. Onconventioneel. Uh, in hoeverre breng je daarin ook jouw jou eigenheid, je eigen uh, kleur daarin mee. Hebben jullie een theater in het pand, ik noem maar wat? Ja, we hebben bovenop Zolder hebben we een 275 vierkante meter, wat een uh, theater gaat worden. Dus dat vind oh, dat ik wel cool. leuk dat je dat zegt. Um, nee, ik neem dat zeker mee. Maar ik denk dat ik. Um, kijk, Vincent bij ons, die, die is bijvoorbeeld die, die is zanger, dus die neemt heel veel van zijn uh, zingen mee. En ik denk dat ik wel. Ik sta geen toneel te spelen met die mensen, maar ik denk wel dat mijn toneelachtergrond in trainingen soms wel van pas komt. Dat ik in ieder geval gedrag goed na kan doen. Dus ik kan wel een ontzettende spiegel zijn, doordat ik echt precies na kan doen wat iemand doet. Hm. En dat maakt het dan ook wel weer lachwekkend, want dan snappen mensen, of dan ziet het team, die ziet dan van, oh ja, dit is echt precies hoe die soms doet. Dus dat is leuk, dus dat, zo werkt het dan wel. Um, doe ik interventies op het gebied van toneel? Nee, maar we doen wel of dat nou met kaarten is, of dat is met uh, vragen stellen... of een rat wat we gemaakt hebben, of we doen dat door in de vecht te springen... of we doen dat met droppings, of we doen dat met op het station melden... en je moet je telefoon en je portemonnee inleveren... en we zien je over vier dagen in Turkije. Dat, dat zijn dingen die we op leiderschapsgebied in Portugal... in een yoga retreat center, ik verzin het... Maar we proberen in elk geval wel altijd bezig te zijn met mensen inzicht te geven in hun gedrag. Dus dat is de I van inzicht. De impact te laten ervaren van hun gedrag. En daarna invloed te laten uitoefenen om het op een andere manier te kunnen. Dus wij geloven dat als één van deze drie I's mist: van inzicht, impact of invloed. dat mensen dan hun gedrag gewoon niet veranderen. En ik geef heel vaak het voorbeeld van mijn moeder. Die is 84, die rookt al 70 jaar. En die begint nu pas. De effecten te ervaren van dat zij rookt. Dus dat betekent dat zij nu het af en toe heeft over dat ze misschien wel gaat stoppen met roken. Het mens is 84. Dus daar zit een. En wat vind je er dan van? Wat... Dat, stopt, dat ze daarmee stopt. Ja, wat is dan de clue zeg maar, daarin? Nou ja, dat als zij zeg maar een blauwe stip had gekregen van elke sigaret die ze gerookt had. dan was ze binnen twee weken gestopt met roken. Maar ze heeft gewoon geen impact gevoeld. Dus zij, zij kon gewoon lekker verder. Ze is er niet ziek van geworden. Uh, ze kon lekker lopen, ze kon het ding doen, ze bleef slank. Dus die vrouw die dacht, nou, dit, uh, dit zal mij, uh, mij pakken ze er niet mee. Dus dat had geen impact. Dus als gedrag geen impact heeft, of je ziet die impact niet, of dat nou op je relatie is of in je organisatie of op je team, dan ga je het niet veranderen. Dus er moet een bepaalde urgentie zitten om je gedrag te willen veranderen. Ja. Heb, jij het heb jij het idee dat je uh, met een bepaald doel op aarde bent, gezet ooit? Klinkt dan ook weer zo. Uh, um, nou, met, ik weet niet of iemand dat doel heeft gehad, maar ik heb zelf wel een doel van gemaakt. Wat ik, wat ik uh, jaren geleden heb bedacht, is dat ik voor 1 miljoen mensen het verschil wil maken in leven, liefde of, of werk. En dat komt eigenlijk alleen maar vanuit het idee, als ik voor mezelf was blijven werken, dan, had ik, uh, nou ja, dan was ik in totaal tot ik 70 ben 35.000 mensen had ik dan uh, kunnen raken. Mm. En dat het net zo groot had duurden, dat vond ik een beetje klein. Daar kom ik vandaan. Dus ik dacht, nee, dat moet gewoon groter. Dus ik ben inmiddels wel een groter spel aan het spelen. Dat ik denk, nou, ik ga gewoon voor één miljoen mensen die ik live wil aanraken. Dus dat ik verschillen heb gemaakt. En als we daar zijn, dan zien we wel weer verder. Maar ik vind het wel heerlijk om te zorgen dat we met elkaar, vooral in deze nogal egocentrische wereld, dat we kunnen zorgen dat we met elkaar eens een beetje beter gaan hebben. Ja. En wat is dan daarin precies jouw rol? Nou, mijn rol is volgens mij dat ik als organisatie iedereen kan leren om verantwoordelijkheid te pakken. Niet in de slachtofferrol te gaan zitten. En te denken, ik kan wel mensen schuld geven en andere mensen de schuld geven. Of last hebben van datgene wat mij is overkomen. Maar laat ik nou zelf regie en verantwoordelijkheid gaan pakken voor alles wat er gebeurt. En als iedereen dat nou zou doen, dan denk ik dat het er echt een stuk leuker uit gaat zien. Ja. En zit daar voor jou ook een spirituele component in? Ik weet niet hoe je opgegroeid bent in die zin, maar... Ja, spiritueel vind ik dan mindfulness is voor mij niet spiritueel maar dat is wel voor mij gaat het wel een beetje die kant op ik heb een beetje moeite met um, mm. ik heb moeite met god ik geloof niet in god ja of, of ja nee ik vraag op door omdat um, uh, heel heel veel want je, hebt, je, je pleegt interventies hè? dus je werkt met mensen je werkt met teams je werkt met organisaties en mm. dan zou er een soort voor en een na situatie kunnen zijn. Dus mm -hmm. daar, dat had ik in mijn hoofd van oké, okay, uh, je gaat aan de slag met, met, met zo'n uh, zo team bijvoorbeeld, of met mm -hmm. een individu. En uh, je verandert het leven van die persoon. Dus die persoon, hè, zeker als iemand uh, zijn telefoon afpakt en iemand echt helemaal uit de comfortzone haalt, mm -hmm. dan, dan verander je een leven. En toen kwam die vraag bij me op: van is dat jouw roeping, als je het zo wil noemen, of jou, jouw missie hier op aarde? Ja. Stel, er, er is een ziel, hè? die ziel die, 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 weet ik veel, die zweeft ergens rond, die komt in jou. Mm -hmm. En dan uh, gaat hij zijn energie gebruiken om, om iets te veranderen in de wereld. En wat dan precies. En um, dus daar probeer ik mooi. achter te komen. Dat vind ik wel mooi hoe uh, je dat doet. Ik denk dat ik dan, dan zou die ziel tegen mij zeggen: Creëer leiderschap. Ik denk dat dat ook is wat dat, wat dat God-dingetje heeft. Hè? Als, als je. Leiderschap gaat voor mij heel erg over creëren van dingen, over mensen inspireren, over dat mensen je volgen, dat mensen um, zien dat jij een voorbeeld bent en dat jij dingen ten positieve verandert. Dat is waar mij, voor mij leiderschap over gaat. Of dat nou klein is, of dat, dat is waar het over gaat. Het kan zo klein zijn, maar dat is waar leiderschap over gaat. Ook al heb je maar één leven in een, in een mensenleven veranderd, daar heb je leiderschap getoond. En ik denk dat als je het over een rondzwervende ziel hebt die dan in mij is gekomen, dat die dat, die dat, dat dan met mij aan het doen is. Ja, ja want als er, ik, ik was daar voor mezelf laatst op aan het reflecteren van wat, wat doe ik hier nou eigenlijk, waar ben ik nou mee bezig? Hè? Ja. En in die coaching en trainingswereld gaat het ook heel, uh, wordt er heel veel met woorden gewerkt en met taal en met, met mentale concepten. En met, uh, het is allemaal heel erg... Uh, zo ben ik ook opgegroeid ik ben overigens heel christelijk opgegroeid uh, twee keer per zondag naar de kerk uh, nou, dat heb ik ook achter me gelaten in die zin maar ik, ik denk ook dat hier weer de beperking zit in, in woorden, dus wat versta je onder God en, en, wat, en, 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 en soms heb je dus ook over dingen die zijn te groot om ja, het is wel mooi. onder woorden te brengen ja, mooi dat je dat, dat... ik had het over Portugal even waar wij, uh, daar doen we twee, drie keer per jaar een leiderschapsreis en we zitten daar op een yoga retreat center van een vriend van mij van Nico en Nico heeft Dalizo dat is het noorden van Portugal die heeft daar een plek dus die kan die man ook heel erg goed dat is een dat voel je gewoon als je er aankomt je daar gewoon nog niet weg dus dat zijn allemaal verschillende huisjes op een berg en dan met paadjes en dan een groot huis waar je samenkomt en boven op die berg staat dan een grote yoga studio en als je daar zit, dan kijk je zeg maar uit over die hele vallei en dan komt de zon daar op en dan zit er gong en nou zo. Dus dat is een, klinkt al heel spiritueel Plaatje, hè, wat ik ja, vertel, ja. ja precies, plaatjes geschetst. En daar doen we vaak een wandeling en dat zijn een paar rotsen en die rotsen zijn denk ik miljoenen jaren oud. En als je daar op die rotsen gaat zitten, dat doen we nou een meditatie. En die meditatie is gewoon, de zon komt op, je gaat op die rots zitten, je houdt je bek en je gaat gewoon stil zijn. Anderhalf uur. En zelfs voor mij, ik vind het moeilijk om stil te zijn en stil te zitten. Daar voel ik dat daar iets is. Wat dat is, Gert, dat weet ik niet. Maar er is energie. Daar zit iets spiritueels. Mensen die uh, krijgen daar inzichten. Mensen worden daar geraakt. Soms worden mensen geraakt in de yogastudio terwijl ze yoga aan het doen zijn. Dus dan is het raken of huilen of emotioneel worden niet op het rationele niveau, maar gebeurt er dus iets met mensen terwijl je iets met ze aan het doen bent. Buiten dat rationele niveau, ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat, dat gebeurt natuurlijk ook heel erg vaak. Dat je iets doet wat weg blijft bij mij van zweverig, want ik ben, ik ben wars van zweverig. Maar dit soort dingetjes vind ik dan, ja, die, die, die passen daar heel mooi bij en ook op die plek en op dat moment is dat precies wat op dat moment moet. Daar ga ik helemaal in mee, want dat is ook iets spiritueels wat ik van niet kan verklaren, maar waar die groepen altijd getransformeerd de deur uit lopen. En dat doe ik niet alleen, dat doet, die, dat doet die plek daar doet daar aan mee. En als je me vraagt, leg dat nou eens even uit, kan ik dat niet uitleggen. Nee, nee maar dan zouden woorden ook tekort kunnen schieten, denk ik. Dat, dat denk ik dan, Je ja. moet het meegemaakt hebben. Ja. Of, um, en, en heb jij in je team iemand die uh, nou jouw smaak een beetje zweverig is... of een beetje spiriwiri, maar die je ja, ja. dan toch bijhoudt? Nathalie. Dat is, uh, ja. not, weet Nathalie ook. Nathalie doe ik samen Portugal mee... En Natalie is niet zweverig, maar ik kan dat dan als zweverig bestempelen. Het is een label. Ja. En het is een label. En daar hebben we het ook heel vaak over. En heel langzaam. Zij heeft ook in een training. Uh, was er een man die. die, die had iets verschrikkelijks meegemaakt. Dus dat, dat kwam bij hem los. En ik laat dan iemand als dat loskomt gewoon huilen. Maar Natalie, die zei oké. Okay. En die zei tegen iedereen opstaan. En we gingen hem samen vasthouden. Nou, dat heb ik nog, dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik zat te denken: wat ga jij nou doen, joh? Dus ik zag dat zo gebeuren. Ik denk je, ja, ik kan je niet afvallen? Dus ik deed gewoon mee. Nou, dat had die man vond het fantastisch. Die had dat even nodig op dat moment. En een week later had ik een coaching waar iemand vol schoot. Ik dacht, nou, oké, okay, laat ik het nou ook maar eens proberen. Dus ik zei, kom maar hier, zei ik. En hij kwam bij mij en hij hield zo even vast. en hij heeft gewoon twee minuten bij mij staan huilen. Dus ineens had ik daar een soort stap gemaakt van iets wat ik daarvoor niet gedaan had. Dus soms is het ook zo dat ik weg blijf bij zweverig. Maar sommige dingen die wil ik dan wel heel graag adopteren. en die blijken dan ineens ook gewoon te passen. En daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Ik denk dat wij een mooie aanvulling zijn op elkaar. Ja, mooi. Uh, ik moet ook nog even denken aan de fontein waar je zelf over uh, begon net. Uh, daarin, uh, het boek wordt ook iets verteld over uh, de stroom van liefde, die van boven naar beneden gaat, hè, dus in die fontein. En als je luistert, en je hebt nog nooit van, van de fontein gehoord, maar Google even uh, de fontein. Els van Stijn, uh, is de auteur. En zij heeft het gedachtegoed van volgens mij, meneer Heller, uh, ja. bekendgemaakt, in ieder geval in Nederland. Ja. Um, en dat gaat dus over familiesystemen. Ja. En daarin wordt de metafoor van een fontein gebruikt, waarin liefde van boven naar beneden stroomt. Dus als je uh, een kind bent, dan staan je ouders die staan boven je. Ja. En als je dus bijvoorbeeld naast je ouders gaat staan, dan vang je die liefde niet meer op. En dan ben je eigenlijk van je plek, hè, zoals je het zelf ook uh, omschreef. Uh, je kunt ook boven je ouders gaan staan. En ja. Nou ja, tijdelijk is dat niet zo erg, maar structureel dan kan het tot problemen leiden. Um, en waarom ik het even aanhaalde, was omdat daar ook voor mij iets in zit van iets wat onzichtbaar is. Uh, het, het, ja, sommige mensen noemen het dan het veld, of um, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, dingen die onderbewust zijn of onbewust. Uh, ik weet niet of je dat spiritueel moet noemen, maar. Te, ja, iets met energiestromen of zo. Ja, ik, ik denk ook even terug, mijn vaste luisteraars weten... dat mijn, mijn moeder is overleden mm -hmm. toen ik veertien was. En um, daardoor is die, die stroom van liefde is onderbroken op dat moment. Ja. Mijn vader was natuurlijk heel erg met zichzelf bezig. Dus die, die was er ook even niet. Naam ja, die was wel. zielig. Ja. Precies. Ja, ja. En um, uh, altijd, dat is even heel gek en heel persoonlijk... maar als ik in het bos aan het hardlopen ben... Uh, en ik zie een rood bosje ja. Dat is mijn moeder. Die is daar even. Ja. En uh, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of mensen dat dan gek vinden. Nee. Of spiriwiri of whatever. Nee. Ja, ik weet niet zo goed ik vind waar ik, ik me naartoe wil. Maar... Ik vind het mooi. Ik vind het helemaal niet spiriwiri. Uh, mijn, mijn vader is dus overleden en Koos en ik hebben hem als hij is de zon. Dus uh, op het moment dat wij zeg maar, ergens, in het land, ergens in het buitenland zijn... en het is dan een soort regenachtige dag en dan gebeurt er iets... en dan komt mijn vader ineens door de wolken. En dat is, dat is natuurlijk niet mijn vader, dat snap ik ook heus al. Jij weet net zo goed als ik dat het roodbosje niet per se je moeder hoeft te zijn, maar je hebt het symbool van het roodbosje is jouw moeder. Nou, voor mij is dat de zon. En dat heeft volgens mij, ja, spiritueel of niet, dat maakt me niet uit, maar het is de gedachte die wij dan hebben aan die persoon waar we van houden. Dus volgens mij is er dan gewoon liefde in de lucht. Want je houdt van je moeder, denk ik, zomaar. Toch? Ja. Ja. Is er vroeg overleden? Wat vervelend. Ja, ja. <laughs> ja dat kun je wel ja. zeggen. Ja. 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 <coughs> een aparte podcast een keer wijden. Ik ga, ik ga trouwens een podcast maken over haar. Want uh, dit jaar is het 25 jaar geleden. Oh echt? En ze heet Riet. Ja. En, uh, ik ga de Rietcast uh, maken. Oh echt? Maar dat is puur voor interne, uh, interne gebruik. Oh wat en, mooi. Uh, maar waar, waarom ik het um, altijd opzoek, dit soort onderwerpen, ook in mijn podcast. Waarom doe je wat je doet? En, en dat is denk ik uh, ook in jouw werk. Je, je hebt uh, het uh, over leiderschap met mensen. Je hebt het over keuzes maken. Wie wil je zijn voor wie? Mm -hmm. en waarom? Uh, maar dan moet je altijd weer teruggaan naar die vraag: van wie ben ik echt? Dus wat is mijn kern, mijn essentie, mijn ziel? Uh, en waarom doe ik wat ik, wat ik doe? Dat is precies wat het is. Ja, dat omschrijf je wel heel mooi. Want dat is precies. Kijk. Als je, je leert allemaal als mens in je leven om iets te zijn wat je misschien niet wil zijn. En we noemen dat, zeg maar, elk mens heeft een aangenomen taak. Dus je hebt een dienende taak. Oftewel, wat jij eigenlijk aan mij vraagt, als mijn ziel, zeg maar, rond wat wil je dan dat jij doet voor deze wereld. Dat is je dienende taak. Maar je hebt ook vaak allemaal een aangenomen taak. En dat is een taak die heel vaak niet bij jou hoort. Oftewel, je hebt geleerd te zorgen voor je vader. Of je hebt geleerd te zorgen voor jezelf. Of je bent ergens in een systeem verkeerd gaan staan. Dat is voor mij niet echt uh, spiritueel, maar dat is gewoon een systemisch gezien wat je wel of niet effectief hebt gedaan met jezelf. Maar als je kijkt naar de, hoe dat allemaal loopt en dat je dan terug gaat naar je authenticiteit, oftewel, hey, ik ben nu heel hard aan het werken, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het bewijzen naar iedereen? He, ben ik nou aan het bewijzen dat ik heus wel goed genoeg ben? Of ben ik aan het bewijzen dat ik heus wel ben om van te houden? Of ben ik aan het bewijzen dat ik uh, heus wel uh, een heel groot land kan maken? Lees Poetin. Uh, daar, zit, daar zit allemaal iets onder over wat er gefixt moet worden, dat over ego gaat. En die, die, die aangenomen taak die we opgenomen hebben met onszelf, die hoort heel vaak niet bij ons, waardoor we heel inauthentiek gedrag aan het vertonen zijn. Nou, dat is eigenlijk wat we heel vaak doen terug naar de kern. Wat wil jij nou? Wat vind jij belangrijk? En waar word jij nou ongelooflijk gelukkig van? Of waar word je nou effectief van? En dat is heel vaak niet wat mensen nu aan het doen zijn. Hoe zit dat met die 1 miljoen uh, mensen? Want dat klinkt ook een beetje als een ego-trip. Uh, ik denk dat het voor een deel ook wel zo is. Maar ja, dan krijgen we een soort gesprek Gerard, over. Ik denk dat zelfs moeder Theresa ook af en toe in een uh, ego-trip zat. En niet alleen maar omdat ik dat dan heel verkeerd vind, maar zij vond het natuurlijk zelf ook wel lekker om voor die kinderen te zorgen. Daar kreeg ze ook een goed gevoel van. Dus ja, ja, ik krijg daar zelf ook een goed gevoel van. Maar het zijn twee verschillen, denk ik. Toen ik in de to toen ik uh, in het theater stond. Uh, ik, mijn moeder wilde vroeger altijd dat ik zong. Dus dat ik uh, dan moest ik gaan zingen. En dan zei ik, dat heb ik geen zin en dan kneep ze met de hart in mijn armen en dan moest ik gaan zingen. Dus ik leerde als ik zing, dan word ik gewaardeerd. Dus ik dacht als ik nou een keer een hoofdrol krijg in carré, dat is toch het hoogst haalbare voor mij. In een musical, dan, uh, dan ben ik er. Nou, verdomd, die kreeg ik. Dus ik had auditie gedaan bij Joop van der Ende. Ik met Mama Mia mee, met Lona van Roosendaal. Ik was de understudy van Bas Westerwil. En die werd, uh, die werd ziek. Dus ik mocht de eerste keer als onderstudie op, als Sam in een hoofdrol wow. in Carré. Pressure. Ach man, hou me op, schei uit. Ik dacht, ik, <laughs> wilde, ik, ik ga lekker naar huis. Ik dacht, ik heb er geen ja. zin oh, in. Man, ja. Maar ik heb het wel gedaan. Dus had ik het gedaan, toen dacht ik, nou, nu gaat het dan gebeuren. Dus ik ga dan nu ga ik buigen. En als die mensen dan klappen, dan ben ik helemaal compleet. Dus ik ging buigen. En ik kreeg dat applaus. En ik werd helemaal niet compleet. Dus het gebeurde niet. Nou, dat verschil met hoe ik nu voor een groep kan staan en wat ik dan zie, wat ik bij die groep heb bereikt, schiet ik altijd vol. Maar dat is een genuine oftewel een echte emotie waar ik ongelooflijk gelukkig van word. Als dat met mensen gebeurt, en dat is iets anders dan de ego-trip die je krijgt op het moment dat je uh, applaus krijgt. Dit is een ander applaus voor mij. Daarom voelt het goed. Mooi. We gaan uh, ook nog even kijken naar wat meer praktische zaken. Naar okay. al deze spirituele uh, diepgang. Mm -hmm. Want een vraag die mij bezighoudt, ik vraag mezelf van tevoren altijd af, van, ja, wat wil ik nou echt weten van mijn gast? En bij jou was dat onder andere hoe het je gelukt is om, om die marktpositie te veroveren. Want er zijn zoveel coaches en trainers en ontwikkelbedrijven, ik noemde het al even in mijn intro. Um, wat voor slimme dingen heb je toegepast? Uh, hoe ben je aan je klant gekomen? Uh, hoe zit het met je prijsstelling en je winstgevendheid? En gewoon die hele... Ja, praktische dingen van de ondernemerschap. Hoe, hoe, hoe heb je het aangepakt? Ik ben begonnen bij wie zijn wij nou en waarom, waarom zijn wij nou anders dan anderen. Dus dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon met de Golden Circle. Simon Sinek. Dus dat is gewoon, daar zijn we mee begonnen. En toen ben ik een strategie gaan bedenken op hoe krijg ik nou, want ik ben natuurlijk een klein bedrijfje, hoe kan ik nou zorgen dat mensen ons uh, willen? dus daar ben ik naar gaan kijken, dus ik ben gaan kijken wat voor uitstraling moeten we hebben die anders is dan anderen. die gewoon maakt dat je meteen ziet hé, hey, dit is een andere partij dan bijvoorbeeld de baak of een schouten Nederse of weet ik veel wat er allemaal in de markt was. En dat, dat zie ik ook een beetje als jouw peers of de, de ja dat mag ik tegenwoordig heel klant, waar je in wil spelen. Ja dus maar. van klantenmarkt dat tegen, tegenwoordig mag ik mezelf vergelijken met klanten met en en zo dus dat, nou, dat, dat doe ik dan maar ik denk dat wij geen schouten Nederse zijn want die hebben natuurlijk heel veel open programma's. Wij doen best wel veel maatwerk... maar hebben wel bedacht in die strategie... we willen een aantal open programma's... Maar binnen we binnen die open programma's... wel met mensen in contact komen... waar we organisaties achter zitten. Dus dat was onze groeistrategie. Dus we zijn gaan kijken van... hoe kunnen we nou onze klanten krijgen en houden? En wat we gedaan hebben is... Bas was op dat moment, die was er en ik was er. En we hebben ons laten interviewen door alle medewerkers... en die gingen vragen van... wat was nou de overeenkomst bij Bas en Tom met klanten? Dus we hebben een aantal dingen gezien. We hadden gezien... er is altijd een magic match. Oftewel, die klant die we hebben... er is een magic match. We, we vinden elkaar... aardig of leuk of weet ik veel wat. We willen met elkaar... koffie drinken en ook lunchen. Dat vinden we belangrijk. Die was er. Uh, wat belangrijk was... dat we allemaal de total touch... naar binnen brachten. Oftewel, we hadden... en voor medewerkers... en voor managers en voor directeur hadden we... programma's. Dus we konden alles bedienen. Dus dat was de total touch. En wat we deden... was belangrijk, dat noemden we zeg maar... hitchhiking. Oftewel... Als we bij de ene partij waren bij een team, dan zorgden we ervoor dat we bij een ander team in die organisatie ook kwamen. Dus gingen we door de hele organisatie door een soort van spinnenweb omheen te bouwen. En we hadden de condities waarin we zeiden: die directeur die moet gewoon meedoen. En we willen dat mensen in het hart van de organisatie staan. Dus die vier voorwaarden hebben we gemaakt als een soort van strategie. Daar zijn we omheen gaan bouwen. Want dat werkte al, dus dat hebben we groter gemaakt. En van daaruit zijn we zeg maar, het succes gaan bouwen, waardoor. Nou ja, je merkt ook dat klein en dapper als je dat bent, dat grote organisaties je ineens ook willen hebben. Hè? Dat vinden ze dan uh, hip. Nou, daardoor kwamen grote organisaties, grote corporates kwamen ineens. Waardoor je ook een soort groeisput kan maken in grotere programma's. Wat ik denk ik gedaan heb, is: ik heb een soort pippi Lankhuishouding houding aangenomen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dus is dit jouw vraag? Gaan wij gewoon regelen? En dan regelde ik gewoon dat het gewoon geregeld werd. Dus ik haalde of de kennis van buitenaf. Maar ik had wel de boeren slimheid om te denken: ik weet wel wat jij wil. En dan ga ik gewoon regelen. Ik heb het misschien niet in huis, maar ik ga zorgen dat ik het in huis krijg. Ja. Dat is meteen een mooi brugje naar uh, waar ga je naartoe groeien dan? Want je, je vertelde ook even in het voorgesprek. En ik kwam het ook al tegen op je, op je LinkedIn. dat je nu al heel veel werkt. Ja. ja dus je bent echt uh, full swing in business. Uh, ja. 30 mensen. Waar, waar wil je naartoe groeien? En, en hoe gaat jouw rol dan veranderen? Of, hoe ga je dat fixen? Nou, ik vind dat uh, naast Els van Stijn de Fontijn... moet iedereen het boek lezen. Rocket Fuel, kijk het boek? Uh, over integrators en visionaries. Yes, ja, ik heb iemand ja. gesproken. Uh, Jasper Meerding van Contact Care. Ja. Uh, die raadt het boek aan. En we gaan het bij de Groeiclub voor Ondernemers... gaan we het hier ook over hebben. Dus uh, het vinden Super. van een integrator. Uh, ik leg hem weer terug bij jou. Super. Ik heb een integrator, dat is Marijn. Marijn is mijn integrator. Die, is, die zat er in de organisatie. Die is nu zeg maar al langzaam alles van mij het overnemen. Waardoor ik vanaf 2023 visionary kan zijn en dat hij de hele organisatie aanstuurt. Dat is de bedoeling. Um, en dat gaat stap voor stap, want dat, daar groeit hij natuurlijk ook in. Nou ja, groeivoer vind ik mooi, want hij heeft daar groeivoer voor, zeg maar. Dus dat is de bedoeling dat hij dat gaat doen. Ja, en waar gaan we naartoe groeien? We gaan nu groeien naar 50 mensen op contract, en ik wil binnen nu een vier vijf jaar wil ik, 100 mensen hebben. Want als we die 100 mensen hebben, dan kunnen we ook 1 miljoen halen. Ja. En en wat versta je onder op contract? Ik kan ook uh, op mijn website 50 uh, groeicoaches zeggen, uh, zetten. En dan zeggen van. Hé, hey, kijk, uh, er ja. zijn 50 mensen bij mij. Uh, hoe, hoe, uh, hoe zit dat bij jou? Payroll. ja Payroll, omdat ik vind. Ik, ik, we werken wel met ZZP's, maar de ZZP's werken het merendeel voor ons. Ik geloof dat. Als wij ons willen onderscheiden in de markt en je bent zeg maar een brouteske trainer. Ik kan dat niet verkopen dat als jij voor mij gaat trainen. dat jij volgende week voor een andere organisatie ergens gaat trainen. Dat kan ik gewoon niet verkopen. want dat maakt jou dan niet een brouteske trainer. Dus ik geloof dat we dat zelf in huis moeten hebben. We hebben wat flexibiliteit nodig, natuurlijk. Maar op het moment dat we aan het groeien zijn. en we zijn onze eigen mensen aan het opleiden. en iedereen is binnen die brout. Nou ja, signatuur is hier aan het, aan het werken en we gaan het ook leren. Daarmee kunnen we ook verkopen dat we echt een broodproduct afleveren. Want de trainer is samen met alle andere dingen, namelijk het design van een training of de hospitality, is dat wel bijna de belangrijkste facet van of je een goede training hebt gegeven, ja of nee. Dus daar besteden we heel veel aandacht aan. Dus ik vind dat die op contract moeten komen en dan ook echt op de pegel ja. En uh, winstgevendheid, hoe, hoe zit dat dan precies? Want ja, het eerste wat bij mij op kunt, uh, komt is. Zo, je kan een uh, buitenplaats aan de vechten huren. Ja. Waarschijnlijk niet gekocht, maar. Nee. Uh, lekker veel overhead. Ja, Waar betaal je dat van? Hoe, Heerlijk. hoe zit dat? Heerlijk. Lekker. Ik zou iedereen aanraden: lekker veel overhead maken. Nee. Kijk, ik, ik heb natuurlijk locaties in Nederland die ik huren, Gerrit. Dus ik, ik ben in totaal ben ik uh, heel veel geld kwijt aan um, locatie, huren. Nou, die locatie die ik dan huur, moet ik weer doorbelasten aan klanten. Dat zit in mijn omzet, maar ja, dat zijn ook meteen directe kosten. Dus ja, daar ja, dat heb ik niet zoveel aan. Dus ik dacht, ja, in plaats van dat ik dat geld dan allemaal aan al die organisaties ga geven, ga ik zelf een trainingslocatie maken. En dat is dit. Dus we halen zoveel mogelijk van de trainingen naar buitenplaats Kromwijk, oftewel de House of Brought. En in de House of Brought is een fantastische lunch, fantastisch diner. Dat ziet er geweldig uit. Prachtige tuin, aan de vecht, zwemmen. Uh, suppen, je kunt er alles doen, kano varen, je kunt naar de natuur. Dus dat ligt daar gewoon helemaal prachtig. Ik denk ja, daar kan ik het beter in eigen huis gaan doen. Dan is het ook nog eens de standaard die ik graag wil. Hmm. Ben je nooit teleurgesteld door een locatie? En dan is het gewoon precies allemaal in huis en kunnen we onze eigen cultuur nog meer bouwen. Dus dat was mijn plan. Dus het kost mij, ja, kost mij niet extra. Ben jij goed met geld? Ik ben heel makkelijk met geld. Dus geld is makkelijk met mij. Leg ze uit. Ja, ik geloof dat als je makkelijk bent met geld, dus je deelt het makkelijk of je, geelt, je geeft het uh, makkelijk weg, dat geld ook heel makkelijk naar je toe komt. Als je heel moeilijk bent met geld, dus als je zit te pinnen, dus als je de hele tijd zit te kijken van kan ik het wel uitgeven ja of nee, of dat je de hele tijd op geld zit te letten, dan kijkt geld ook wel drie keer uit voordat hij bij jou komt. Hm. Um, ik heb nog een paar vragen voor je. We zijn al uh, over de tijd, dus uh, helaas uh, uh, moeten we ook zo weer gaan afronden. Maar misschien even een, een tegenslag, of iets waar je zeg maar, wat minder tevreden over bent. Waarvan je denkt van ja, dat, dat hoort bij ondernemen, maar dat vond ik echt heel zwaar. Dus wat, wat ben je tot nu toe tegengekomen op je reis als ondernemer? Uh, waar je mee geworsteld hebt en, en hoe heb je dat opgelost? Ja, het is heel simpel, maar ik, ik, ik vond corona gewoon en uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. We waren net lekker aan het bouwen en aan het groeien en daar, en daar komt dan zo'n ding overheen waar je. Waar je geen invloed op hebt. Dus daar dat machteloze gevoel van, joh, dit uh, gebeurt en there's nothing you can do. Tenminste, de eerste dagen. Dus die eerste dagen van die corona, dacht joh, ik, kan, ik kan hier nog niks doen. Dit is het gewoon. Zo hè. En dat gevoel, dat wil, ik, dat wil ik niet meer zo vaak hebben. Daarna ben ik van mijn eerste TVL, heb ik een hele grote studio gekocht. <laughs> Toen dacht ik ja. En die studio heeft ons er wel helemaal doorheen getrokken. Want we zijn echt alles online gaan doen. En de studio en wat heel mooi met drie camera's. Dan kon je switchen. dan kon je nou zo. Dus het was helemaal state of the art. Het zag er gewoon top uit. Dus daarna zijn we enorm gegroeid. Dus ik, maar die, die, drie, die eerste drie maanden. Hè, met en thuis werken, En kijken hoe gaan we dit regelen. Die machteloosheid vond ik echt heel vervelend. Maar ik heb het wel omgezet naar een kans. Dus Ze zijn nu best wel goed in online. Ja. En um, jouw integrator had je die toen al? Of, uh... nee. 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 Misschien uh, goed om, om daar nog iets meer over te vertellen. Want die integrator, de, je hebt dat boek uh, gelezen. Mm -hmm. um, en toen? Uh, toen dacht ik alleen maar herkenning: this is me, dacht ik. En toen dacht ik, ja, nu moet ik hem vinden. Dus toen ben ik op zoek gegaan. Toen heb ik iemand voorgesteld aan mijn management team. Ik vond dat iedereen dat dan wel eigenlijk zou moeten doen. Maar toen de, nou, er waren er wat bezwaren om die persoon te nemen. En toen ben ik eens goed gaan kijken, dacht ik, volgens mij zit hij hier al. En ondanks dat hij niet super blauw is en helemaal gestructureerd, is het iemand die ik 100% vertrouw. Dus die krijgt van mij mijn portemonnee, al mijn inlog, die krijgt alles. Die heeft een, 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 een motivatie en een wil om dat samen te doen. En ik kan enorm goed met hem opschieten. Doordat we ook een coach hebben genomen en ons hebben laten coachen op alles wat wij, zeg maar, wel vervelend aan elkaar vonden. Waardoor we nu een relatie hebben die gewoon klinkt als een klok. En op het moment dat het even niet gaat, komt die coach gewoon weer. Dus dat is super fijn. En het begint met 100% vertrouwen. Dus ik heb 100% vertrouwen in hem. Dus dat vind ik echt heel prettig. Ja. En waar, waar gingen die discussies over? Uh, die gaat het meest over dat hij uh, wat meer accepteert van mensen dan ik. Dus hij is. Hij kan wat, uh, als je systemisch kijkt, noemen ze mij de papa en hem de mama. Dus dan, dan is hij meer de moeder die meer zorgt voor de mensen. En die ook wat meer begrip heeft voor mijn goudvis is overleden. En, uh, dat, en, ik, moet naar de, en ik moet naar de arts. Dat, daar heeft hij meer geduld mee dan ik soms. Ik denk soms, ja, kom op, joh, je goudvis is dood, dat snap ik. Maar we, we moeten wel verder hier. Daar kan hij veel beter dan ik. Ja, zou je andere mensen aanraden om uh, een integrator te zoeken? Absoluut. Of, of juist als je een integrator bent, een visionary? Absoluut. Want, want wat is het voordeel voor de integrator? Ja, dat, 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 je, dat je, als je een echte integrator bent en je houdt ervan, dan hoef je niet over dat andere ding na te denken. Dat, ik snap wel dat je daar ook wel eens moet denken, maar dan kun je alleen maar beoordelen van is het nou een goed idee of is het een leuk idee? En als het dan een goed idee is, gaan we het dan nu doen of over een tijdje? Dus je hebt heel veel... Controle over wat er gebeurt kun je prachtig over praten met elkaar, maar je kunt het ook heel mooi tot uitvoering brengen. En als je daarvan houdt, dan zou ik willen zeggen: Joh, ga de wilste ideeën van die gekke visionaries omzetten in daadwerkelijke actie. Want dat is natuurlijk fantastisch om te doen. Ja, dus daarom zou ik het andersom echt aanraden ook. Ja, als je denkt: waar gaat dit over? Lees dan even het boek Rocket Fuel, ja. en daar staat alles uitgelegd. Uh, auteur is Gina Wickman en ik zoek zelf ook nog een integrator. Dus als je denkt, ah, ik uh, uh, wil eigenlijk wel met Gerhard werken, uh, of in ieder geval uh, 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 overweeg je te neem even contact met mij op. Ik was nog even benieuwd, ik vroeg aan jou van hoe kijk je naar de toekomst? Je hebt een integrator, maar ga je dan ook minder werken? Nee. Okay, ik, ga waarom trainen, ik ga meer trainen, ik ga meer trainen. Iemand zei tegen me: Daarom ben ik een integrator gaan zoeken. Iemand zei: Ton, je moet meer directeur gaan zijn en minder gaan trainen. Toen dacht ik: dat wil ik helemaal niet. Ik vind trainen heel leuk. Dus toen dacht ik: ja, dus dan moet ik iemand hebben die dan directeur wordt. Ja, Mooie oplossing. Laatste vraag. We, we hebben het natuurlijk al best wel even gehad over familiesystemen, over je ouders. Maar je hebt ook twee zoons. Ja. En uh, ik ben zo benieuwd, als je hun een, uh, een uh, levensles mee mag geven, of, of meerdere, wat zou jij van alles wat je tot nu toe geleerd hebt in je leven dan met, met hun willen delen? Nou, um, ik, ik heb ze vanaf dat zij klein zijn, heb ik ze al die lessen meegegeven. Ik, ik herhaal altijd en dat herhaal ik altijd. Dan zeg ik. Heb de grootste dromen. Ben nieuwsgierig naar de kleinste dingen. Geloof in jezelf. Dat zou ik nu ook willen zeggen. Op zijn 20 en 19 zeg ik hetzelfde. Mooi, dankjewel. Goeie voor.